Ja guys, welkom nu even met vandaag een kijkje op de current war. Of moet ik zeggen, the current war, want het gaat over currencies. Of currencies, hoe spreek je het eigenlijk uit? Ik weet, in de film zeggen ze currencies, het zal wel currency zijn, dan maakt de filmtitel niet the current war, maar the current war. Nou, current of current of currency, dat maakt niet uit, tot vandaag gaan we een kijkje nemen op die film. Heb jij nou nog nooit van die film gehoord? Dat kan, de film is niet wide released. Sterker nog, zoek de film ergens online op en bij release jaar staat 2017. Deze film is daadwerkelijk in 2017 uitgebracht. Waarom review ik hem dan nu? Omdat, beste dames en heren, de film in 2017 vooral en eigenlijk alleen maar festivalreleases heeft gehad. Hij is uitgekomen op festivals, net als toen 2018 en een deel van 2019. In 2019 is hij echter ook gewoon wide released, maar dan niet wide als worldwide, maar gewoon op verschillende plekken gereleased in verschillende landen. België en Nederland waren er niet bij, helaas. En daarom heb ik nu de film pas kunnen zien, de film. Oh, sommige versprekingen zijn toch echt gewoon te leuk om uit deze reviews te knippen. Geef toe, what the fuck zelfs. Nou, laten we nog snel eens gaan kijken wat ik vind van deze film. What kind of a man is Thomas Edison? Magic. Mr. Westinghouse, Edison's new electric system is significantly cheaper than gas. Does that keep you up at night? This will cost us a fortune! If Edison succeeds, he will set us back so far we may never recover. Westinghouse Electric Company was founded at 9:15. This is a battle for the brightest minds of America. Westinghouse Electric shall endure. Tesla Motor. You are building miracles out of thin air. Let's say we unscrew the lid and see what happens. You ready? 3, 2, 1. The current war. Should we go for a ride? In theaters October 25th, rated PG-13. Een verhaal over het verlichten van de wereld met een knipoog naar het starten van de cinema en het starten van opgenomen beeld in 1895. En ja, toegegeven, dit soort verhalen zijn altijd interessant. Maakt niet uit hoe goed of mediocre het verhaal is. Het verhaal over hoe dat Thomas Edison probeerde om Amerika te verlichten in een wedstrijd met Westinghouse is dan ook erg interessant. Het is niet zozeer geweldig, het is gewoon erg interessant. Je blijft geboeid kijken, zelfs al is de film een beetje aan het stilvallen bij de tweede en derde act. Maar eenmaal de film weer doorgaat, is de film echt aan het knallen met een geweldig einde, wat mij ook een beetje disappointed heeft gelaten. Natuurlijk konden ze niks anders doen dan wat ze hebben gedaan op het einde van deze film, want het verhaal van de film ging zo. Maar ze werken er op een heel andere manier naartoe en dat is wel mijn enige minpunt aan het verhaal. Verhaal 150 op 200. De personages zijn goed neergeschreven en iedereen staat op zijn eigen ruggengraat. Zelfs de vrouwen van Thomas Edison en George Westinghouse hebben een eigen ruggengraat en hebben ook een ding te zeggen. Iets wat in die tijd helaas niet echt aansprakelijk was, dus ik vind het wel leuk dat ze dat wel hebben toegevoegd in deze film. Het leukste personage in deze film vond ik echter weer Tom Holland's personage van Insel, want hij was de secretaris en hij deed het echt immens goed. En hij was echt een leuk personage met een eigen ruggengraat. Personages 165 op 200. De cinematografie in deze film is heel leuk. Er worden goede keuzes gemaakt en de shots zien er echt degelijk goed uit. Verder voelt de film ook helemaal niet lang aan, maar duurt hij ook niet echt extreem lang, wat je wel zou verwachten van dit soort films. Pacing en designing 125 op 150. Het verhaal is gekend, maar de film is goed neergeschreven. Zelfs al weet je de toekomst van deze film, dan nog houdt het jou in spanning bezig. Good job. Surprisement 65 op 100. Benedict Cumberbatch, Tom Holland en Michael Shannon verdienen echt al de liefde in de wereld. Maar echt allemaal. Take it all, please. Take it all. Acting 145 op 150. De critics waren verdeeld over deze film en geven hem een 55 op 100. Ik zelf vond hem wel goed. Ik geef hem een 35 op 50. Op mijn Letterboxd ben ik zelfs nog iets vrijgeviger. Ik geef hem ook 3,5 sterren, maar met een hartje. 40 op 50. Dat brengt de totaalscore van The Current War uit op een 780 op 1000, oftewel een 7,8 op 10. Heb jij deze film nog gezien? Dan weet je wat je ervan vond in de comments naar beneden. Ik zie je graag terug in de volgende video. Mensen, bedankt voor het kijken en bye bye.